Het Korps Politie Suriname zal scherpere controles uitoefenen aan beide uiteinden van de Jules Weidenbosbrug. Het gaat om controle op zwaar materieel dat gebruik maakt van de oeververbinding. De maatregel is per dinsdag 28 december ingegaan. De politie zal eenmaal 24 uur aanwezig zijn om toezicht te houden. Zwaar beladen trucks zullen slechts gedurende de lockdown worden toegelaten. Hierbij zal er ook een geldig dispensatiebewijs overlegd moeten worden. Onder zwaar materieel kunnen we plaatsen de zware voertuigen, ik zeg de zware voertuigen, omdat je daar de transportvoertuigen hebt, zoals bekend de vrachtwagens. Maar je hebt ook materieel en dat zijn graafmachines van de grote kranen, dat valt onder materieel. En als we het hebben over zwaar materieel, dan is het een verzamelnaam van alle zware voertuigen. Nou, de nieuwe maatregelen die zijn genomen is dat het zwaar materieel, de zware transporten, dat de venstertijden zijn bepaald. En dat is van 11 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend mogen deze categorie voertuigen over de brug. Ik heb bewust gezegd zware voertuigen, omdat het moet nog gedefinieerd worden. En, wanneer er sprake is van een vrachtwagen, een vrachtvoertuig, dat je dat in tonnage kan aangeven. Maar als je hebt over vrachtverkeer, is het in elk geval voertuigen boven de 3500 kilo. Maar de zware transporten, die zijn veel zwaardere voertuigen natuurlijk. En in de volksmond is dat wel bekend als we praten over zwaar transport, zware voertuigen, zwaar materieel. In de maatregelen die zijn bepaald, is niet aangegeven dat deze chauffeurs zich ergens moeten melden. Die maatregel is duidelijk en in die maatregel staat dat ze vanaf 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend over de Weidenbosbrug mogen. Dus er is geen meldingsplicht vereist. Nog een keer, die maatregel is duidelijk. Zoals meneer Wippert heeft aangegeven, zwaar transport mag niet over de Weidenbosbrug. Ik vermoed dat ik begrijp welke kant u op wil. We leven in een bepaalde tijd van het jaar. En in deze tijd is het noodzakelijk geweest om die maatregel te nemen. U moet zich zo voorstellen, het is kerst geweest en we gaan richting de jaarwisseling. Het verkeer rond deze tijd van het jaar wordt al maar drukker. Ook het verkeer over de Weidenbosbrug. Over dezezelfde Weidenbosbrug willen de leveranciers naar de andere kant van de rivier. Die maatregel staat daar, maar de politie die verantwoordelijk is voor die handhaving, is wel flexibel genoeg om te taxeren of ze een voertuig wel of niet over de brug toelaten. Hou er rekening mee. Hiermee geven we niet aan dat de vrachtwagens à la dolle over de brug mogen. Ik wil het simpel hebben over een leverancier die brood moet leveren aan de andere kant van de rivier. De politie zal dan taxeren als de frequentie van het verkeer naar de overkant het toelaat, zal zo'n vrachtwagen direct worden toegelaten. Deze flexibiliteit, laat me dit benadrukken, deze flexibiliteit heeft sec te maken met de tijd van dit jaar. Dus we naderen het eind van het jaar, iedereen is in een feeststemming, iedereen wil leveren. Brood moet nog altijd geleverd worden, drank moet nog altijd geleverd worden, noem maar op. Dus die flexibiliteit wordt door de handhavers wel in acht genomen. Zodat we de samenleving niet beperken in hun doen en laten. Dit gezegd hebbende wil niet zeggen dat vrachtwagens à la dol over de Weidenbosbrug moeten. Ik ga me haasten en aangeven, zeker aan de leveranciers, we kunnen op geen enkel moment op voorhand stellen. Komt u rond zo'n tijd en dan laten we u over de Weidenbosbrug. Dat kunnen wij niet doen.
omdat we de frequentie van het verkeer niet vooraf kunnen bepalen. En het is geen nieuws dat over de Weidenbosbrug het zo goed als de hele dag spits is. Toch? Vandaar dat gekozen is voor de nachtelijke uren, omdat de veiligheid vooralsnog nog steeds en altijd centraal zal blijven staan. De boetelijst staat overeind. Verontschuldigende, maar de boete ken ik niet uit het hoofd. Maar de handhaving is daar. Als u meent dat u toch over de brug moet, dan zult u een boete worden opgelegd. Maar ik heb niet het idee dat het zover zal komen, omdat wij u niet gaan toelaten om de brug, om over de brug te rijden. We gaan u niet toelaten. De controle aan de voet van de brug is sowieso eenmaal 24 uur. Omdat wij stellen, het moment dat het 5 uur is in de ochtend, dat wij geen vrachtwagens meer over de Weidenbosbrug willen, tot 11 uur in de ochtend, in de avond. Dus vanaf 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend zullen ze vrij worden toegelaten. Maar vanaf 5 uur in de ochtend tot 11 uur 's avonds is dat beperkt met dien verstande dat we rekening houden met de werkelijkheid. Nou, verlichting in die zin dat wij in elk geval de veiligheid willen waarborgen, creëren en waarborgen. Na het incident dat wij laatst hebben gehad, is het van groot belang dat in elk geval die veiligheid wordt gewaarborgd. En we hebben de afgelopen periode, maanden, jaren gezien dat er meerdere keren incidenten zijn geweest met zware voertuigen. En in dat kader is het van belang dat deze maatregel wordt uitgevoerd en ook dat de controle wordt gedaan. Ik wil als aanvulling op dat van mevrouw Deekman aangeven dat de voertuigen of de controles, ook de papieren van het voertuig, inbegrepen zijn. Dus als men weet dat het voertuig niet gekeurd is of problemen heeft, willen wij de gemeenschap vragen, maar ook de chauffeurs of de eigenaren van de voertuigen, om in elk geval de zaken in orde te maken. Ja toch, dat kan een essentiële transport zijn, zoals mevrouw Deekman aangaf, maar de controle om te garanderen dat het voertuig veilig is, zal wel geschieden. En als blijkt dat de controle uitwijst dat de zaken niet in orde zijn, dan zullen de mensen ook de toegang geweigerd worden tot de brug. Ik wil aanvullen met het volgende. Tussen 11 en 5 uur in de ochtend, die windowperiode valt sowieso binnen wat wij kennen. Lockdownuur, wat dus betekent dat we allicht zouden kunnen stellen dat deze vrachtwagenchauffeur zijn overtreding zijn. Nee, het COVID-management team van de politie die staat nog altijd klaar om waar nodig de dispensatie te verlenen voor deze of aan deze chauffeurs om gedurende dat uur over de Weidenbosbrug te rijden. Deze maatregel is genomen omdat wij die veiligheid nog altijd voorop stellen. Dat is één. Twee, terwijl deze maatregel genomen is, moet ik aangeven dat de werkgroep die in het leven is geroepen om zich te buigen over in het bijzonder deze problematiek, nog altijd bezig is met het doorcommuniceren van deze maatregel met belangengroepen. Er zijn dus overlegmomenten geweest al en er zijn nog een paar overlegmomenten op agenda. Met die overlegmomenten willen we alle belanghebbenden zoveel mogelijk informeren, maar ook hun gevoelens meenemen om uiteindelijk op middellang of lang termijn te komen tot een meer aangepaste of meer aangepaste maatregelen, zodat we met z'n allen op een veilige manier gebruik kunnen maken van de Weidenbosbrug.